En het DNA-lid Mahinder Yogi vindt niet dat hij het erop aanstuurt de vergaderzaal uitgezet te worden. Volgens hem meet DNA-voorzitter Jenny Simons met twee maten. De parlementariër haalt als voorbeeld aan dat wanneer hij om een punt van orde vraagt, de voorzitter er vaker problemen mee heeft. Ze vraagt dan wat er mis is met de orde, zegt Yogi. Het DNA-lid is de vorige week donderdag uit de zaal gezet omdat hij dwars door de zaal schreeuwde en zich niet aan het gezag van de voorzitter wilde onderwerpen. Wanneer ik vraag naar een persoonlijk feit, zoals de laatste dag, heeft ze mij dat geweigerd, boudwet gezegd van luister, je kreeg het niet, punt, je krijgt het woord niet. Terwijl daarvoor ze aan weer Misikaba een persoonlijk feit geeft, zonder hem te vragen wat er mis is met de orde en wat zijn ordevoorstel is. Daarna geeft ze meneer Abdul het woord, een persoonlijk feit, zonder meneer Abdul te vragen of hij zijn persoonlijk feit kan motiveren, zoals het reglement van orde dat voorschrijft. En hij krijgt het woord. En ik vraag een persoonlijk feit en ze zegt tegen me, nee, je krijgt het niet. En dan ga ik protesteren daartegen. En dat is precies wat ik heb gedaan, omdat ik op dat moment geen enkele andere mogelijkheid heb dan te protesteren van, luister voorzitter, dit kan niet, u bent bezig mij te beknotten in het doen van mijn werk in het parlement. Yogi blijft erbij dat hij geen andere keus heeft dan zo te handelen. Ook als we hem voorhouden dat hij geen stem meer heeft als hij weggestuurd wordt. Volgens hem gilde hij niet, maar sprak met een luide stem, zodat de voorzitter hem kon verstaan. Moet u ook rekening daarmee houden? Ik zit op een afstand van mevrouw Simons. Dus ik moet ook een beetje luid praten inderdaad, dat ik alsmaar kan verstaan. Maar ik stuur het echt niet erop aan om eruit gezet te worden. Ik kom van Saramaka, 100 zoveel kilometers leg ik af. Om 50 zoveel kilometers leg ik af om hier te komen voor de Miroko. En te miwan de Miroko, dan vind ik imgima occasie wel voor de Miroko. En je moet met één maat meten. Ik vind dus dat ze met het reglement van orde in handen van het parlement de vergadering moet leiden. Want dat is de Bijbel van het parlement waarmee je het werk hier doet als voorzitter. Dat geeft jou rechten, dat geeft jou plichten. Maar dat beschermt mij ook als lid en legt ook plichten aan mij op. Ja, want u begrijpt dat de samenleving eigenlijk zich ergert aan dit gedrag of wat er gebeurt en zegt, komen ze weer op de term, is het poppenkast dat mij hier doet in het parlement? Laat mij u zeggen, misschien zijn er een aantal mensen inderdaad die zich geërgerd hebben. Maar ga u zeggen, ze heeft me eruit gezet vrijdag, donderdag. En tot vrijdagmorgen, 9 uur, had ik al 200 zoveel reacties van mensen persoonlijk op mijn telefoon. Dat boy chago dorere, laat je niet een muilkorven door die mevrouw. Doe je werk. Het DNA-lid Mahinder Yogi, met wie we spraken over het feit dat hij voor de zoveelste keer de vergaderzaal van DNA is uitgezet. Hij vindt niet dat hij incorrect bezig is, omdat hij opkomt voor de belangen van de samenleving.